Lima kasih banyak. Aku dah. Okay. Dat de soevereiniteit aan Indonesië wordt overgedragen. Alle Nederlandse staatsburgers in Indonesië moeten kiezen tussen de Nederlandse of de Indonesische nationaliteit. De keuze is voor heel wat Indische Nederlanders een groot dilemma. Met name voor de Indo-Europeanen. 100.000 Indische Nederlanders en later ook gelukkig moeten noodgedwongen het nieuwe Indonesië verlaten en ze kwamen naar Nederland. In totaal ruim 300.000 mensen. Hier in Nederland was net de wederopbouw begonnen. En er was geen aandacht voor deze groep. Nee, ze werden zelfs gezegd dat zij eigenlijk geen oorlog hebben meegemaakt. De Nederlanders in Nederland, die hadden pas een oorlog achter de rug. Weinig beseften ook dat wij gewoon Nederlanders waren. De ontvangst van Indische Nederlanders was kil en was niet geïnteresseerd. Het was voor hen heel pijnlijk. We voelden het ook voor Samir en Sandra Regen en haar familie. Veel Indische Nederlanders kwamen berooien in Nederland. Ik had er niets meer. Haar familie, haar ouders, broer en zus, verder Rotterdam. En eventjes net als alle andere Indische Nederlanders de kosten van de opvang terugbetalen aan de Nederlandse overheid. In 1963 arriveerden de laatste immigranten uit verwaarde Guinea in Nederland. Repatriante immigranten vinden na verloop van tijd een nieuw huis in Nederland en konden hun leven in vrijheid opbouwen. Zo doen ze dat nog steeds, mensen van de eerste generatie, maar ook hun nazaten. Onze voorouders werden opgebracht om in vrijheid te kunnen leven. Die vrijheid vieren we ook vandaag. Dat straks op 5 augustus aanstaande, als de dag wordt dat Japan capituleerde, willen we jullie vragen om samen met ons stil te staan bij het feit dat toen pas op 5 augustus 1945 de Tweede Wereldoorlog ten einde was. Daarom starten we vandaag de campagne #ikherdenk. Van het Indisch Herinneringscentrum, omdat we nooit zullen vergeten.